Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de mechanisatie Wevers Mark Nessenprijs. De paarden rijden aan. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de laatste koers en Co. Zwageman, de grasspecialist bij uitstek, probeert aan de buitenzijde de leiding te nemen. Doet dat ook. Aan de binnenzijde ligt Uc Lagenais. Dat zijn de eerste twee als ze de eerste bocht aansturen. Met daarachter dan Common Scott in de derde positie. Uitgeschakeld nummer 8. Aan de staart van het veld zien we een forse galoppade van Santik Trixie. En die valt onder de bel van uitschakeling als de paarden door de koelboxbocht komen. We zijn aan de overkant van de baan met Co. Zwageman, Uc Lagenais op de tweede plaats en Common Scott derde. Sarah Angel ligt vierde. Die hebben een mijl voorsprong op Velten Couture. Drie lengten erachter volgt dan Alonso Meadow, gevolgd door Kibi de Keyon. En laatste van het peloton is Jonker van Ettik. Als de paarden in langgerekte vorm halverwege de rechte lijn aan de overzijde zijn. En aansturen op de manegebocht. En die ingaan onder aanvoering van Co. Zwageman. Co. Zwageman met een lengtevoorsprong. Uc Lagenais op de tweede plaats. En in derde positie is het nog altijd Common Scott. Dat zijn de eerste drie. Aangesloten vierde is Sarah Angel. De rest is ook al op weg naar aansluiting. Op de vijfde plaats volgt Velten Couture. Die wordt op anderhalve lengte gevolgd door Alonso Meadow. Drie lengte erachter. Kibi de Keyon en aan de start van het veld Jonker van Ettik. Zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Melden zich voor de manege met Co. Zwageman. De graskoning van Nederland aan de kop. De tweede plaats Uc Lagenais. Daarachter op de derde plaats Common Scott. Vierde Sarah Angel. Vijf Velten Couture. Zes Alonso Meadow. Zeven Kibi de Keyon. Achtste daarachter is dan Jonker van Ettik. En in die volgorde gaan ze de laatste ronde in. Vandaag in de tweede meeting van het Emmeloorder Drieluik 2016 is het nog altijd Co. Zwageman die de koelboxbocht met een lengtevoorsprong instuurt. Op de tweede plaats Uc Lagenais, Common Scott derde, de vierde plaats Sierra Angel. Vijfde is nog altijd Velten Couture. Op de zesde plaats Alonso Meadow, zevende Kibi de Keyon en achtste Jonker van Ettik. Geen verandering in de volgorde, ook aan de overzijde van de baan niet. Met nog altijd Co. Zwageman die het tempo erin houdt. Uc Lagenais volgt attent en dat doet op de derde plaats ook Common Scott voor Sierra Angel. Velten Couture. Nu krijgen we actie in het tweede spoor. Komt nu Alonso Meadow naar voren. Maar die heeft nog wat plaatjes goed te maken. Gaat er nu hard voor op weg. Dan Kibi de Keyon en Jonker van Ettik. En zo zijn we alweer in de laatste bocht. Co. Zwageman die gaat nog altijd met een lengte voorsprong. De eerste die aan de buitenzijde wat gaat proberen bij Co. Is dan Common Scott aan de buitenzijde met Dennis Minema. Verschijnt nu in het tweede spoor naast de leider. En probeert zelfs brutaal weg de leiding over te nemen. En zo stormen ze de laatste rechte lijn nu in de laatste koers van vandaag. En dan is het Common Scott aan de buitenzijde van Co. Zwageman. Een galoppade voor Alonso Meadow. Uitgeschakeld. Vijf. In de laatste meter zijn is er een aardige strijd gaande. Co. Zwageman aan de binnenzijde heeft de zaken nog altijd onder controle. En Co. Zwageman houdt de zaken onder controle. De ongekroonde koning om het gras. Co. Zwageman met Frans van der Blonk. Common Scott tweede. Close voor de derde plaats. Sierra Angel en Uc Lagenais.